Goedemorgen, ik heb jullie nog niet welkom geheten in een nieuwe vlog. Dus bij deze, welkom bij een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it! Gisteren zijn wij gaan eten bij mijn ouders en dan gaan wandelen en iets gaan drinken. Was heel fijn, heel gezellig. Dat heb ik ook gefilmd, ik denk dat jullie dat al hebben gezien. En nu, ik ben buiten adem, sorry. Echt typisch, nu ben ik op kantoor. Alleen. En Celine heeft een briefje achtergelaten. Miss you already, heeft ze geschreven. Zo zielig om hier zo alleen te zijn. Zo alleen, hè. Alleen is maar alleen. Maar ja, het is nu even zo. En ze komen zo meteen de ketel controleren. Ketel, denk ik. Dus ik moet nog eens even kijken eigenlijk waar dat is, de ketel. Ik denk dat de ketel in de badkamer is. Maar ik ben niet zeker. Maar ja, die man zal wel weten waarschijnlijk wat ze nodig hebben. Maar ik denk dat dit de ketel gaat zijn, denk ik. Dus komt goed. Ik heb thans vandaag ook echt niet zo'n goede dag. Oh, ik ben zo mottig. Amai. Het is even geleden dat ik mij nog zo misselijk heb gevoeld. Maar oké. We'll make it work. Ik wil zelfs nog naar de Lidl. Maar als ik zo misselijk ben, dan weet ik niet als ik naar de Lidl ga gaan. Want dan zitten mijn angsten ook altijd redelijk hoog. Dus we gaan zien. Maar ik ga proberen van wel. Maar first things first. Pakjes maken. Zijn er wel wat? Dus let's do this. Oké, change of plans. Ik denk dat de man van de chauffage hier is. Denk ik toch. Nou, waar is die nu gelopen? Oké, maar dan ga ik eerst even de chauffage en zo tonen. Ik hoop dat dat niet te lang duurt. Want ik moet eigenlijk dringend pipi doen. Maar ik durf al niet meer te gaan. Omdat die in de badkamer moet zijn. En nu denk ik al heel de tijd, nee, zelfs staat hier aan de deur. En dan ben ik net pipi aan het doen. Ben ik niet snel genoeg? Hii, problems. Deze nacht trouwens 3 keren pipi gaan doen. 3 keer. Pregnancy life. Woehoe. Oké, die man is echt ergens naartoe gegaan. Ik denk naar de spar of zo. Oké, moet ik toch maar even pakjes maken. Oké, het is ondertussen 12 uur. En ik ben klaar op kantoor. Dus ik ga naar de winkel rijden. Naar de Lidl. Naar de post. Ik denk dat ik nog iets moest doen. Ik denk het niet. En dan kan ik wel thuis beginnen werken. Verder werken. Ondertussen 12:30. Ik ben terug thuis. Oh, ik ben echt zo moe. Derde trimester. Word ik precies meer moe of zo? Ja, oké. Alles van de winkel. De Lidl is echt zo goedkoop trouwens. Ik ging altijd winkelen in de Spar. En I know. Dat velen gaan zeggen bij de Spar, dat is zo duur. Dat zei iedereen altijd tegen mij. Maar de Spar ken ik zo goed. En de Lidl niet. Maar nu ga ik sinds 3 weken denk ik in de Lidl. En ik heb nu echt voor heel de week eten voor €54. En dan heb ik nog extra's meegenomen wat niet op het lijstje stonden. Zoals nougat pillows. Dit.
een eigen chocolade. Van die chocolademannetjes. Maar ik ben zwanger, hè, dus don't blame me. Ik mag dat eten nu. Maar het is echt goedkoop, de Lidl. Ik verschiet daar elke keer van. Want ik heb echt wel veel bij. En dan nog water. En dan nog 4 diepvriespizza's. Ook niet gezond, maar oké. Maar ik zeg veel Oké. Ik ga uitpakken. En er is ook een pakje van bol.com gekomen. Ik had gisteren een statief besteld met ringlicht. Voor wat foto's te maken voor Instagram en zo. Want door de week ben ik altijd alleen. En vaak wacht ik dan tot het weekend om samen met Niels foto's te maken. Hey Milk! Mie! Hey! Dus dan kan ik misschien zelf wat foto's maken. En mijn Naked is ook aangekomen, want ik had nog kleren besteld op Naked. What's new? Dus ja. Maar ik ga eerst alles uitpakken. Kijk, ik heb de boodschappen uitgepakt. Ik ga nu eerst eten. Ik had gisteren chili con carne gemaakt. En van de Lidl had ik zo... Ik weet niet of je dat kunt zien, maar dit... Dat bovenste, zo dat zwart. Dat is zo... Linzen en een soort parelgerst of parelcouscous, denk ik. Ik vond dat wel lekker vorige keer. En dat is very healthy. Dus ik ga mijn chili daarmee eten. En dan ga ik hier even aan de salontafel wat werken. Terwijl op mijn laptop... Terug thuis van de Floralux. Ik zou zeggen, ik laat zien wat ik heb gekocht. Maar ik had een snoepzak en 2 pompoenen. Gewoon echte pompoenen, zo'n donkergroen. Dus nothing special to show you. Die pompoentjes heb ik daar gezet. Wacht, ik zal het laten zien. Ik weet niet als je het goed ziet, maar dat is zo'n pompoen. Die lijken echt zwart, maar ze zijn heel donkergroen. Maar ik vind het wel cool dat die zwart lijken. En zo heb ik er nog een kleintje. Dus, niks speciaal. Ik ga nu mijn Naked openen. Ik drink trouwens Arab cola. Ik vind wel dat dat echt goed werkt. Ik denk dat ik dat al eens heb gezegd in een vlog. Maar de laatste tijd ben ik echt obsessed met cola's. Door de laatste 3 maanden in mijn zwangerschap nu. Ik drink echt veel cola. Allee, veel. 1 blikje cola zero per dag. Of 1 blikje gewone cola per dag. En ja, ik drank nooit zoveel cola. Dus in mijn hoofd is dat zo verkeerd en slecht. Maar het is wel lekker. Ik weet dat er mensen zijn die elke dag cola drinken, maar ik was niet zo. Dus nu heb ik zo'n Arab fles besteld en dan zo'n cola ding om ze te testen. En dat is nu dag 3 denk ik dat ik dat drink. Allee, hieruit mijn water drink. Ik drink zo echt 3 flessen of 4 per dag. 650 milliliter is dat. Ik moet zeggen dat dat wel goed werkt. Ik vind het echt een zot systeem dat dat werkt. Maar het werkt wel. Trouwens, ik ben niet gesponsord om dat hier te zeggen of zo. Maar ja, voor mij werkt dat wel. Het is ook gewoon echt het gedacht natuurlijk. Wat telt. En ik heb denk wel eergisteren nog een colaatje gedronken op restaurant, maar gisteren en vandaag geen cola gedronken. Dus goed busy, hè.
Oké, ik ga jullie alles laten zien van Naked. Ik ga niks aandoen hier op de vlog, sorry. Als jullie dat willen zien, als ik alles aan heb, ik denk dat ik dat donderdag of vrijdag ga delen op mijn story op Instagram met de swipe-up links. Of ik zal de swipe-up links hier wel onder in de beschrijving zetten. Die moeite wil ik wel doen. Maar ik wil echt nu even niks passen. Dus daar heb ik geen zin in. Maar als eerste deze schoenen. Ik weet dat Celine die vorige keer had besteld bij Naked. Een maand of twee maanden geleden. En ik vond die wel heel tof met dat bruin zo. Voor de herfst. Dus die heb ik. Dus als jullie echt alles aan willen zien, kijk dan. Deze vlog komt woensdag, dus kijk dan donderdag of vrijdag op mijn Instagram story, @alisalo. En daar doe ik sowieso een try-on haul. Die ga ik denk ik morgen of overmorgen filmen. Maar hier vandaag ga ik het niet passen. Maar ik zal wel de links dus onder in de beschrijving zetten. Dan heb ik een jas, een beige. Zo'n hele lange, ik weet niet eens hoe je het gaat zien. Echt zo'n hele lange geklede jas. Maar die zag er, die gaat echt lang door ze. Zag er super tof uit. Een meisje op de foto had die zo aan met een grijze jogging. En dat was echt super cool met witte sneakers en witte sokken. En ik dacht, oh, dat is wel tof, helemaal mijn stijl. En toch zo gemakkelijk in jogging. Dus ik heb ook die jogging besteld die dat meisje aan had. Dit is het truitje. Dit is iets wat ik waarschijnlijk nu nog niet ga aandoen, maar als ik bevallen ben, dus eind december, januari of zo, dan is het ook nog kou weer, dus dat is wel fijn. Ik heb deze in een medium. Dat is gewoon zo'n grijs truitje en hier staat op: Be kind to yourself. Een grijs stiksel. Dat is trouwens van Emily Malou x Naked. En die jas ook, denk ik. Ja, Emily Malou, haar collectie voor Naked. Dan heb ik ook een joggingbroek, of course. Met grijs. En deze denk ik dat ik wel kan aandoen. Want ik weet dat hun zo losse joggingsbroeken, daar staat er ook wel bij dat dat echt zo oversized jogging sproeken zijn, dat die wel passen nu. Ik draag dit gewoon dan boven mijn buik. Of als dat niet gaat, dan rol ik het tot onder mijn buik. Maar dat zijn wel echt oversized, hele brede joggingsbroeken. En ook hier staat weer Be kind to yourself. Voor de rest is dat een simpele grijze joggingsbroek, maar die is wel van binnen ook fleece, dus dat is fijn. Dan hebben die van Naked meestal wel. Het was ook lekker warm. Heb ik nog een chill setje. In een medium deze broek. Dat is ook weer een high-waisted. Met zo brede pijpen in lichtblauw. En ook dit denk ik dat ik momenteel wel kan aandoen als ik dat boven of onder mijn buik draag, die band. Dat ga ik zien. Maar alleszins wel chill. Dat is zo fijn. Zeker nu dat ik zwanger ben. Is er niet veel anders buiten kleedjes of zo echt chill kleren wat me passen. En dan heb ik dit blouseje voor de rap. Dan heb ik denk ik wel een large. Ah nee, ook een medium. Heb ik allebei in een medium genomen. Dus dat is het blouseje voor de rap. Heeft ook zo brede mouwtjes. Dat is gewoon van Naked collectie zelf. Dan iets zwart. Ah ja, een kleedje. Ook nog. Dit jurkje. Heel mooi wel, vind ik. Ja, ik denk niet dat dat heel goed overkomt op beeld. Ik denk niet dat je dat goed ziet. Een V-hals. Zo'n die puffmouwtjes met elastiek. En dan is dat zo gebonden aan de décolleté. Ja, wel mooi. Simpel, maar wel heel mooi zwart kleedje. Dat is iets wat altijd kan ook. Vind ik. Ja, maar ik heb trouwens keiharde vlek op mijn t-shirt, ja. Oei, niemand ziet mij. Dan heb ik een Calvin Klein oversized zwart t-shirt genomen. Er staat gewoon CK Calvin Klein jeans op. Het is heel baggy, heel oversized, want
Ik was aan het denken, dat is misschien wel tof als ik ga bevallen om mee naar het ziekenhuis te nemen. Om dan als oversized t-shirt te gebruiken, ook omdat dat zwart is. Dus dan zit je zo niet te veel vlekken op of zo. Als het lang duurt, als ik lang moet persen, al die dingen. Of bloed of zo. Dus daarom heb ik die genomen. Ja, en dan deze trui, die heb ik al in het zwart. En die zit echt zalig. Die heb ik in een large Calvin Klein t-shirt. Heb ik trouwens een 38, voor wie het wil weten. En deze trui heb ik al in het zwart. Dat was zo'n kleedjes dress, knitted ja, trui, jurk. En ik heb die dus in het zwart genomen vorige keer in een large. Om die extra oversized te maken met mijn buik. Nu heb ik die ook in het beige besteld. Dus can't wait om dat aan te doen. Dan denk ik dat we er wel bijna zijn. Ja. Ik heb nog een super leuke tas. Ik zag die en ik dacht, dat is ook tof als mommy bag. Maar die weegt zoveel. Zijn er nu die dingen? Oh ja. Oh ja. Weegt wel best veel die ijzeren hendels. Maar echt wel een super toffe tas. Ook om nu zo in de winter en zo te gebruiken als mommy bag. En dat is deze. Van Teddy. Een Teddy tas met zo gouden ja, handvaten. En die is echt heel groot. Echt zo meer zo'n shopper. En dat lijkt me super handig om alles voor de baby in te doen en dat mee te nemen. Zo pampers en dingen voor onderweg en zo. Dus I like it. Ik moet wel zeggen dat dit echt mega zwaar is. Volgens mij weegt die tas op zich al 2 kilo gewoon puur door dit. Ja, het is echt heel zwaar. Maar ik vind hem wel super mooi. Alleen had ik niet gedacht dat dat zo zwaar ging zijn. En dan, last but not least, heb ik nog een make-up tasje in zo'n furry teddy dingetje in het beige. Dus ik dacht ook als ik naar het ziekenhuis moet binnenkort, dan is dat fijn om zo al mijn spulletjes in te doen. Je hebt een zakje in het midden, nog een zak, een ritszakje opzij en hier is nog een zakje zonder rits. Dat is wel tof. En daar kan ik ook wel alles in. Of ik kan hier productjes voor de baby in doen. En dan in mijn daddy tas steken. Oké, dat was mijn naked haul. Even om zo te showen. Dus nogmaals, als jullie het aan willen zien, check morgen of overmorgen mijn Instagram. Daar komt alles op. En nu ga ik hier even opruimen. En dan ga ik verder met computerwerk. Want door even naar de Flora Lux te gaan, ook al was het maar een half uurtje, loop ik wel een klein beetje achter. Dus ik ga even door moeten doen. Trouwens, de aftermath van een haul te doen. Top, 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 top. mag ik opruimen. Hier is trouwens mijn ringlicht. Er zit echt zo'n tas bij, dus dat is wel leuk om mee te nemen. En het is echt wel zo niet te groot, dus dat vind ik wel fijn. Dit is het ringlicht zelf. Ja, dat is allemaal nog verpakt. Kijk, ik weet niet meer wat er allemaal op film staat, want ik zag dat mijn minuten vol waren. Maar dit is dus alles wat erbij komt. Zelfs een afstandsbedieningske. Dat is wel tof, maar ik ga het vandaag nog niet ineenzetten. Ik ga dat pas morgen doen, want morgen moet ik content shooten. Dat statief zelf past nu wel niet in die tas. Dat is wel een beetje raar. Want ja, ik heb dan die tas, maar dat statief moet je ook wel apart dragen dan nog. Maar ja, oké.
Goedemorgen. Volgende ochtend, middag, het is 10:50. Het is niet meer ochtend. Heel tijd gewerkt, gemonteerd. Gemonteerd, e-mails gedaan, nieuwe collectie uitgezocht. En zo moe vandaag weer. Ik wou zeggen, ik weet niet waar het aan ligt, maar waarschijnlijk wel. Door zwanger te zijn natuurlijk, de baby beweegt ook zoveel. Ook 's nachts had ik er niet van kan slapen dat hij zoveel stamt. Dus ik ben echt moe. Maar oké, ik ga misschien zelfs wel een dutje doen nog. Ik ga zien als dat lukt, want ik moet vandaag echt wel content shooten. En me dan ook helemaal klaarmaken. Net is bol.com geweest. Ik had wasmiddel besteld voor baby's. Voor de babykleertjes te wassen. Ik ben vandaag 30 weken zwanger. Dus ik denk dat ik hier stilletjes aan mee ga beginnen. Ik weet niet, is dat te vroeg of te laat? Denk ik niet. Maar ik denk sowieso al dat ik de kleertjes ga wassen die ik in mijn vluchtkoffer wil steken voor de baby. Dus dat mee naar het ziekenhuis gaat. En de rest kan ik dan nog wel doen, want we wachten nog altijd op de babykamer. Daar zijn veel vertragingen door corona en zo. Met die grondstoffen van hout en blablabla. Dus die bedrijven hebben een beetje moeilijk momenteel. We hebben de babykamer op Meubis besteld. Een bedje heb ik, maar er komt ook nog een bedje bij. Dus we gaan kijken welke we gaan gebruiken. En dan sowieso zo'n commode en verzorgingstafel. En een kleerkast. Maar ja, ze kunnen daar natuurlijk niks aan doen. Dat ging normaal begin september hier zijn. We zijn nu bijna midden oktober. Dus dat valt nog. Ik heb ook nog wel tijd. In het begin gaat de baby sowieso bij ons op een kamer slapen. In de co-sleeper. Die heb ik al. Die heb ik bij Lidl besteld trouwens. Ik denk dat ik die wel al in een vlog heb getoond. En ja, op zijn kamertje gaat hij toch nog niet slapen. Dus in het ergste geval, mocht dat nog heel lang duren, dan is het ook zo. En dan is dat geen probleem. Maar dus mijn wasmiddel, hè. Ruikt heel lekker, vind ik. Heel fris. En nu beeld ik mij zo in van zo gaat de baby ruiken. Allee, zijn kleertjes toch al sinds. Ruikt wel heel lekker. Maar laat mij weten in de comments als er mama's zijn of mensen die daar weet van hebben. Wanneer zijn jullie begonnen met de kleertjes allemaal te wassen? Want ik weet het niet goed als ook vluchtkoffer maken. Ik had vorige week, of de week ervoor, ik denk vorige week, mijn 28 weken afspraak met de vroedvrouw dan van het ziekenhuis. En die zei, ja, je kunt nu al beginnen met je vluchtkoffer te maken. En ik dacht, nu al? Lijkt zo vroeg en ik moet nog 10 weken gaan. Maar ja, you never know natuurlijk. Want ik had net ook eens op Instagram gepost. En er zeiden mensen van ik wou mijn vluchtkoffer maken op 34 weken. Ik ben al bevallen op 32 weken. Dus ja, ik had geen vluchtkoffer en zo. Dus dat wil ik natuurlijk ook niet. Ten eerste niet zo vroeg bevallen. En ja, als het dan toch zo is, dan staat je daar zonder vluchtkoffer. Dus ik denk dat ik zo misschien wel echt basisdingen in een tas ga steken. Of zoals, ik heb zo'n slaapkleed van Le Olive. Dat ik dat er bijvoorbeeld al insteek. En dan een oversized t-shirt. Dan kan ik nog zien wat ik aan doe bij de bevalling. Dat ik zo al een paar dingen klaar heb. En misschien een jogging erin smijten voor na de bevalling. Want ja, die dingen doe ik nu toch niet aan, dus ga ik misschien al doen. Ik weet het nog niet. My brain is echt niet aan het functioneren, amai. En echt, ik voel me echt zo moe. Het is niet normaal. Ik dacht in het eerste trimester van, ik ben zo misselijk en moe de hele tijd. Maar de moeheid die me nu hit in het derde trimester is echt on another level. En echt stik kapot. Terwijl
Ik heb best goed geslapen. Hè. Het is alleen ja, als ik pipi moet doen, deze nacht één keer pipi gaan doen, dan terug in slaap vallen, is super moeilijk omdat de baby zoveel beweegt. En dan om 6:30 staat Niels op en ja, ik ben zo, ik kan er niet tegen om zo niks te zeggen 's ochtends of zo. Hij staat op, ik kan nog slapen, maar ik zeg altijd dat hij voorzichtig moet zijn en ik hou van u en zo. En dan geven we altijd kusjes en knuffelen we nog even voordat hij opstaat. Maar ja, dan ben ik ook eigenlijk altijd wakker natuurlijk. Dan word ik ook heel wakker van. En dan, ja, als hij dan weg, allez, de kamer verlaat en zich gaat klaarmaken en zo, dan kan ik ook niet meer terug in slaap vallen nu, omdat de baby zoveel beweegt. Allez, ik val terug in slaap, maar echt zo'n uur of een uur en een half later of zo. En normaal kan ik zo 10 minuten later al terug slapen. Maar oké, dat hoort erbij, denk ik. Ik lees wel dat veel vrouwen in het derde trimester, ja, natuurlijk meer moe zijn, minder goed slapen en zo. Ik heb dan wel tot 9:00 deze morgen nog geslapen. Dus dan heb ik, toen Niels opgestaan is en ik eindelijk terug in slaap was, toch nog een uurtje en een half kunnen slapen. Oké, ik ga nu soep eten. Want het is 12:45. Ik heb thans niet heel veel honger, dus ik ga gewoon een tas soep maken. Ik had gisteren nog broccoli courgette soep gemaakt. En dan ga ik zien, misschien eerst even dutchen en dan content maken. Ik weet het nog niet. We shall see. Dit is trouwens mijn buik op 30 weken. Onze baby ligt heel fel naar voren. De baarmoeder is echt gewoon tegen mijn buikrand. Het is ook super hard. Hier zit hem vooral. Hier voel ik hem altijd super hard. Dus ja, mijn buik steekt wel redelijk naar voren. Maar dat is dus omdat mijn baarmoeder zo hard naar voren ligt. En ja, op zich is dat goed, hè. Is dat niet erg. Maar 30 weken belly. Woehoe. Mijn soep is op. Ik heb ook nog een chocolaatje gegeten. Lekker. En nu ga ik even dutje doen. Ik denk dat ik mijn wekker ga zetten voor een 30 minuten of 3 kwartier. Ik weet het nog niet. Misschien een 30 minuten. 3 kwartier is misschien wel te lang. En dan ga ik erna mij even opfrissen. Een beetje douchen. Douchen, maar ik ga mijn haren niet wassen. Want die heb ik nog niet lang geleden gedaan. Mijn haren dan een beetje doen. Make-up. En dan kan ik nog content shooten. Want deze avond ga ik uit eten samen met Freya en Eva. Ik moet zeggen dat ik er nu niet heel veel zin in heb. Echt, elk ding om iets te gaan doen is zo te veel precies. Allee, niet te veel, maar als ik mij moet klaarmaken of zo, bijvoorbeeld naar mijn ouders ga ik in een jogging of zo, en dan maakt dat niet zo uit. Maar als ik echt zoiets moet aandoen, een beetje fatsoenlijk en zo, dan raak ik al in de stress omdat ik niet weet wat ik moet aandoen, want niks past en oh, zo echt zo'n gedoe. Het zit allemaal in het hoofd natuurlijk. Maar ja, toch, dan denk ik zo, ik wil liever thuis blijven. En nu denk ik ook al van, gezellig thuis, want het regent ook al de hele dag. Gezellig met Niels thuis in de zetel. Maar ja, natuurlijk, social life moet ook nog wel ergens bestaan. En als de baby er is, zal dat ook wel heel wat minder zijn. Dus ik probeer nu nog wel iets te gaan doen af en toe. Ja, dat neemt niet weg dat ik er naar uitkijk om Freya en Eva te zien natuurlijk. Ik heb heel veel zin om hun te zien, maar ik heb niet veel zin om mij klaar te maken, daar naartoe te rijden. Gewoon, maar eens ik daar ben, gaat dat wel stabiel zijn. Maar ik ga nu eerst even een 30 minuten een dutje doen. Slaap wel. Kijk, ik zit ondertussen in de auto. Ik ga eten in Hassel bij Asaki met Freya en Eva.
En ik film even op mijn gsm, dus ik hoop dat jullie mij goed horen. Ik zal proberen hard te praten. Maar het is de eerste keer in lang dat ik mij nog eens angstig voel. Tijdens de zwangerschap heb ik mij niet heel veel angstig gevoeld. Maar nu voel ik mij best weer angstig. Want ik denk voor het feit dat de laatste keer dat ik iets met vriendinnen ben gaan eten zonder meals of zo, was met de meisjes van de scouts. En toen had ik het zo super warm gekregen dat ik me slecht voelde, dat ik bijna ging flauwvallen en een beetje in paniek geraakte. Gelukkig, daar was Celine ook wel bij. Als ik met Celine ben, ben ik altijd wel ook al wat geruster. En Michelle was ook toen heel lief voor mij gezorgd. Maar nu heb ik ergens een soort angstig gevoel dat zoiets weer gaat gebeuren. En nu ben ik natuurlijk niet met Niels of niet met Celine. Maar oké, Freya en Eva weten ook wel van mijn angsten. En als er iets gebeurt, ik heb dat ook al aan de hand gehad, dus met Freya. Dus Freya is er ook sowieso wel voor mij. Eva ook sowieso. Dat zijn twee hele lieve meisjes. Maar toch is dat zo even een angstig gevoel. Oh. Dat is de eerste keer echt dat ik me wel best angstig voel. Dus ik hoop dat het gaat meevallen. Ik heb kauwgom in mijn mond. Dat helpt mij heel vaak als ik angstig ben. Die frisse smaak van munt. En ben er bijna. Dus het gaat goed komen. Ik voel het. En als ik angstig was voordat ik zwanger was, wat ik dan ook wel eens deed, was een glaasje drinken, een glaasje wijn. Want dan neemt zo de edge weg. Allee, zo dat gevoel van angst voor mij. Ik weet dat er velen zijn met emetofobie die niet kunnen alcohol drinken, maar ik wel. Maar ja, dat gaat nu natuurlijk niet, aangezien dat ik zwanger ben. Maar komt goed, komt goed. Ik ga nog even proberen rustig in en uit te ademen. En zelfs eens van het babbelen zijn en zo. Gaat dat wel wegvallen? Alles komt goed. Ik weet dat Freya en Eva mij sowieso zullen helpen als er iets is. Dus, oké. Komt goed. Alles komt goed. Deze vlog nog even afsluiten, want het is woensdag, dus mijn oorbel. Deze komt vandaag online. Oh, ik ben mezelf aan het pijn doen, denk ik. Allee, denk ik niet, ik voel het. Ik heb binnen een kwartier een werkcall. Dus om 10 uur. Daarom heb ik me klaargemaakt. Ik ga nog wel even iets anders aandoen bovenaan. Maar mijn joggingsbroek hou ik aan. Nobody sees, hè. Dat is het leuke aan Zoom calls. Dus dat ga ik doen. En daarna ga ik de vlog nog verder afediten. Ik heb al een stukje edit. En daarna ga ik naar kantoor. Nog snel langs mijn ouders, want mijn papa heeft dikke oma-soep gemaakt. Voor de mensen die nu hier zijn en nog niet weten. Ja, je zult dat wel nog eens zien. Maar alleszins, lekkere dikke soep. Mijn favoriet. Dus die ga ik halen. Schmink. Oeh, het ziet er wel oké uit. Want ik moet vandaag weer ook wel verder gaan met content maken. Maar dat gaan jullie allemaal wel in de volgende vlog zien. Gisteren trouwens op restaurant was het super goed gegaan. Het was super leuk geweest. Heel gezellig met Freya en Eva. Geen angstaanval gehad. Woehoe. Dus ja, super blij. Het was echt goed geweest. Het was echt leuk. En
Maar nu ga ik de vlog ook afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. En dan zie ik jullie in de vlog zondag. Dag.